Welkom, Bert-Jan, in de studio van Loco. Fijn dat je de tijd vrij hebt gemaakt om hier even te zijn. We hebben je gevraagd met een speciale reden om hierheen te komen. Want Oldebroek.net en Locorant hebben samen een poll opgezet. En je bent gekozen tot beste raadslid van 2014. Ja, zeg ik niet, dat had je natuurlijk helemaal niet verwacht. Nee, die had ik inderdaad niet verwacht. Ik had wel ingezet op. Ik heb wel wat aandacht aangegeven op Twitter en Facebook en zo. Kijk, want je wilt toch zeker niet onderaan eindigen, maar deze had ik niet verwacht, nee. Nou ben je een poosje uit beeld geweest en je bent weer een poosje in beeld gekomen. 6 maanden lang. En dan toch het beste raadslid van 2014. Wat heb jij eigenlijk op je kerfstok om daaruit de beste te zijn? Daar heb ik geen idee van. Mensen kiezen zelf. Ik probeer me zichtbaar te maken, vooral op social media. En dat resulteert ook wel veel in contacten in de maatschappij. Dus ook zelfs wel in de gemeentes om ons heen, want met Hattem en Heren zijn we ook bezig. Daar had je zelfs vrienden zitten, in Heren? Volgens in ieder geval. Of het vrienden zijn, dan moet je altijd maar afwachten. Maar dat heeft wel gewerkt. Ja. Ja. Goed, doet het ook nog wat verder met de partij, denk je? Ja, ik vind het sowieso, het is een ontzettende verrassing, maar het is ook best wel een boost voor ons als lokale afdeling. Want we hebben geen makkelijk jaar achter de rug. En daarom vind ik het ook wel extra opvallend. Ons merk, zeggen ze, is ook besmet landelijk. Nou maak ik me daar zelf niet altijd zorgen om. Je bent lid van een partij en dan moet je ook door dik en dun. Want we hebben ook wel eens voordelen gehad toen Wouter Bos bijvoorbeeld in 2006 opkwam. Dus ja, dan moet je dat maar slikken. En je moet gewoon je stinkende best doen. Ja, de stinkende best, dat doe je dus in de gemeente Oldebroek. Ja, het is wel jammer dat je als lokale afdeling afgerekend wordt op landelijke zaken. Maar goed, in dit geval in de poll van Oldebroek.net en Locorant viel het anders uit. En dat is een extra beloning. Ja. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook partijen, want vorig jaar was de ABO die dus Huub Verberg als beste raadslid had. De ABO staat wel als partij, als je kijkt naar welke het afgelopen jaar het meest hun best hebben gedaan en de Partij van de Arbeid staat als tweede, dan denk ik van ja, er zit toch wel een verschil in. Dus dat betekent wel dat je dus heel wat social media bezig bent geweest. Ja, ik doe dat ook bewust. Het is vooral nu een eenmansfractie en ik heb wel natuurlijk de steunfractie Wim Kruis, Jacques Hellendoorn en Simon Scholte, onze voorzitter, die helpt me ook behoorlijk mee. Maar je kunt niet overal tegelijk zijn en ik heb altijd al gedacht, als je in de politiek zit, moet je ook wat van je laten zien. En je ziet landelijk ook wel mensen die campagne voeren. Dan wordt social media ook ingeschakeld en daarna zijn ze weg. Dat vind ik vrij flauw. Vind ik trouwens ook even een link leggen naar onze burgemeester. Die is ook vrij actief op social media. En die reageert ook op mensen. Mensen stellen hem vragen en dat vind ik toch knap. Want dingen komen ook dichtbij, ook als het vervelend wordt. Ja. Het kan vervelend worden, maar het kan ook heel kort door de bocht gaan. En dat het soms haatdragend kan worden. Ja, nou heb ik dat gelukkig al een aantal jaren niet meegemaakt. Maar ik heb inderdaad wel vervelende. Dat had ik nooit verwacht. Ik ben ook maar hier opgegroeid. Ik ga uit van het goede in de mens en van de samenhang. Maar toen ik net politiek actief werd, ik denk 2006, 2007, heb ik behoorlijk vervelende dingen op de mail gekregen. Ja. Ja. Goed, maar dat is verleden tijd. We kijken vooruit. 2015 ligt voor ons. 18 maart ligt helemaal voor ons. Eerste Kamerverkiezingen. Ik wil daar toch even een lans voor breken, omdat ik ook hoorde dat in Enschede stemlokalen dicht gaan in plaats van. Wat is jouw advies? Thuis blijven of maar gaan stemmen? Stemmen is juist heel erg belangrijk. Het zijn natuurlijk de statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen, die zijn ook gelijktijdig. Kijk, het gaat om de provincie en in de provincie is het ook van belang dat daar de zaak goed functioneert. Vind ik zelf wel de overheidslaag of de volksvertegenwoordigerslaag die het minst bekend is en ook vrij erg op afstand lijkt te staan. Vooral in ons geval Gelderland en Arnhem, dat is toch wel een heel apart geval. Maar het gaat wel ergens om. Ook daar worden de regionale beslissingen genomen. Als je het hebt voor Oldebroek bijvoorbeeld over de regio Noord-Veluwe. Over woningbouw, bedrijvigheid, wegen, noem maar op. Dat wordt daar wel besloten. Het lijkt veel op afstand en dat is niet zo. En je kunt, als je ervoor kiest, als je de landelijke regering een straf wil geven, dan ga je erheen om de Eerste Kamer te veranderen. Maar uiteindelijk gaat het altijd om die volksvertegenwoordigerlaag. Ja. Goed, je noemde net de Eerste Kamer. De provinciale staten, die kiezen dus zometeen de Eerste Kamer. En dat is weer de hoogste organen, zeg maar, in Den Haag. Dus als u dus een verandering zou willen, dan zou u dus echt moeten gaan stemmen. Wat denk je van de Partij van de Arbeid? Kunnen ze een klein beetje uit het dal opklimmen nu?
Dat weet ik niet. Ik heb daar eigenlijk geen idee van. Op zich zou het... Wordt er natuurlijk heel veel negatief gesproken. Ik volg het natuurlijk zelf, ben zelf partijlid, ik ben ook actief betrokken. En dan volg je wel wat er allemaal gezegd wordt. Maar er wordt ook heel veel sfeer gemaakt in de politiek. Dat is een beetje het neveneffect van de opkomst van het internet. Vanaf de jaren 90 al, dat waren we vroeger niet gewend. Vroeger stond alles veel meer op afstand. Of las je de volgende dag in de krant wat een journalist ervan maakt. Nu gaan zaken heel snel, meningen ook. En daar zit nog wel eens wat tussen waarvan je denkt, nou ja, dit... Daar zit wel iets meer verhaal achter als 140 tekens op Twitter. Ja. Dus 18 maart in ieder geval gaan stemmen. Even terug naar de lokale partij en lokale politiek. 2015 ligt voor ons. We hebben dus heel veel zaken op ons bordje gekregen. Zoals zorg, jeugdwerk enzovoort. Wat gaat het allemaal in de gemeente Oldebroek uitwerken? Hebben we het allemaal voor elkaar? We hebben het allemaal voor elkaar. We zijn gewoon net begonnen. Er is beleid gemaakt. En ik moet gewoon eerlijk zeggen, er stond van de week ook een stuk in de Volkskrant over dat gemeenteraden redelijk zijn uitgeschakeld bij de keuzes van het selecteren van partijen en budgetten en noem maar op. Dat is ook gewoon zo. Dat heb ik ook steeds gezegd. De gemeenteraad van Oldebroek is wel zeg maar zo'n 2 jaar meegenomen door de ambtenaren en college in infosessies over de nieuwe wetten die eraan kwamen. Sommige waren nog niet af, maar de gemeente moest wel gaan schakelen. En vooral omdat je het als gemeente van 23.000 inwoners inmiddels niet in je eentje kunt, ga je dat regionaal doen. Maar dan moet je nog verder van tevoren gaan handelen als gemeentehuis. En daardoor staat de raad eigenlijk een beetje buitenspel. We hebben in november beslissingen genomen over het sociaal domein, zoals we dat dan heten, noemen. Al die verzamelingen van alle zorgzaken die gebeuren en participatiewet en dat soort zaken. Maar eigenlijk liepen we al redelijk achter de feiten aan. Maar we zijn wel goed meegenomen. Dus dat Volkskrant-verhaal snap ik. Maar ze doen net alsof het nu net verzonnen is, net uitgezocht. Ik denk dat elke politicus lokaal wel zag hoe laag onze invloed was. Ja. De betrokkenheid groot, maar de invloed misschien wel heel erg laag. En dat is ook iets wat mij is opgevallen. Sowieso hebben wij een regio Noord-Veluwe-verband, waar we dus vanaf Harderwijk en te Oldebroek samenwerken. Daar heb je wel meer zaken waardoor je... legitimatie in een lokale raad bijna weg is, omdat je met zoveel gemeenten dat standpunt moet delen. En dan moet je maar wringen of er nog iets van jezelf tussenkomt. Dat is wel lastig, ja. Nou goed, dat wachten we gewoon af. 2015 is nog kerstfest, dus wat dat betreft er zit nog een hele bende te gebeuren. Voor de Partij van de Arbeid zelf ook. Wat zijn je toekomstplannen voor nu en dit jaar? Nou, met extra energie aan de slag. Ja. Je hebt er weer heel veel zin in gekregen? Ja, ik vind het echt heel erg leuk om dit zo te winnen. En uiteindelijk Huub Verberg staat nummer 2 en Harold Soet op nummer 3. Je zit daar wel met 19 raadsleden en ieder zit er anders in. Er zijn ook raadsleden die hebben volgens mij nog nooit een minuut gesproken in de raad. Die zijn er ook. Maar uiteindelijk zitten er wel allemaal mensen die elkaar toch beïnvloeden. Soms vind ik het jammer dat je in Oldebroek niet echt een debat hebt waarin je in het debat nog partijen van mening ziet veranderen. Dat je elkaar beïnvloedt met het debat. Dat zie je niet vaak. Maar achter de schermen wordt er wel veel samengewerkt om toch te... Dat vind ik ook het mooie daarvan, als je iets wilt bereiken. Dat je van tevoren toch contact zoekt en probeert het compromis te vinden om iets er wel door te krijgen. Want een meerderheid helpt. Ik heb al vaker gezegd, ik kan mooie artikelen krijgen in de krant. Mooie koppen erin van de PvdA is teugen. Maar ja, dat is leuk dat ik dan in de krant sta met teugen, maar ik heb niks bereikt. Nee, dat is waar. Ja. Dat is waar, maar goed, je doet je best. Goed, eigenlijk had ik een cadeautje bij me willen hebben, maar dat is erg jammer. Maar dat krijg je nog. Ware het niet dat Martin Rotman van Oldebroek.net je gaat huldigen op zijn eigen wijze en liefst buiten de schermen om. Doet hij samen met de voorzitter Jaap Canes. Dus wat dat betreft, wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Ik hoop dat het dus iets is wat leuk is en dat moet je dan maar afwachten. Ja. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Ik wil je bedanken voor je tijd en de energie die je dus nu al ingestoken hebt. Heel veel succes voor de energie die je dus nog in gaat steken voor de Partij van de Arbeid. En bedankt dat je wilde komen. Heel graag gedaan. Heel bedankt.